Na maanden van gedoe rond de club, rebellie van supporters en spelers en ook nog een trainerswissel, werd er vandaag in de Kuip eindelijk weer gevoetbald. Feyenoord oefende tegen het Spaanse Malaga. Dat er werd verloren was waarschijnlijk wel ingecalculeerd. De vraag was vooral hoe ver Feyenoord is, 5 dagen voor de start van de competitie. Bij de Kuip is verslaggever Sinclair Bisschop. Sinclair, verlies dus met 2-0. Wat was het voor een wedstrijd? Ja, het was van Feyenoord zijde in ieder geval een hele slechte wedstrijd. In de tweede helft vielen de doelpunten. Malaga scoorde vlak na rust 0-1, later 0-2. En Feyenoord mocht misschien nog wel blij zijn dat het maar 2-0 was. Heeft er ook mee te maken dat Malaga op trainingskamp is. Na de wedstrijd vliegen ze ook weer terug naar Spanje. Ja, en Malaga heeft deze week 3 wedstrijden in Nederland gespeeld. Tegen Utrecht en tegen Roda. En ze leken het vandaag wel te geloven. Moet natuurlijk wel worden gezegd dat Malaga wel een hele goede ploeg heeft. Hè? Onder andere de 2 internationals, Ruud van Nistelrooy en Joris Matthijssen. Ja, ze hebben bijvoorbeeld ook een speler gehaald die alleen al 23 miljoen euro is. De Cartola. Kortom, het is wel een goede ploeg waar Feyenoord van verloren heeft. Maar nee, het was matig wat Feyenoord liet zien. Goed, ik zei het al, vrijdag dan begint de competitie. Maar is Feyenoord er nou eigenlijk klaar voor? Nou, absoluut niet. Zeker op basis wat we vandaag hebben gezien is Feyenoord helemaal niet klaar. Het zei eigenlijk genoeg dat Ricky van Haren, normale middenvelder, die stond vandaag 60 minuten lang in de spits. En dus ja, met name moet Feyenoord echt nog wat voorin zoeken hoor. Want als je vandaag zag hoe Feyenoord, ja, met name aanvallend, hoe mak Feyenoord speelde en eigenlijk weinig kon creëren. In de eerste helft is hij 1 keer op het doel geschoten. Ja, in de slotfase wist Feyenoord nog wel een paar kansen te creëren. Maar dat was meer geluk dan wijsheid. Kwam bijvoorbeeld voort uit hoekschoppen. Kortom, aanvallend. Ja, dan heeft Feyenoord echt nog wel wat nodig om de competitie in te gaan. Misschien tegen Excelsior zouden ze dat nog wel kunnen maskeren. Maar ja, de andere wedstrijden, ja, daar moet Feyenoord echt aanvallend zich eigenlijk versterken. Goed, Feyenoord nam vooraf afscheid van een aantal spelers. Je zegt al, de club zou zich moeten versterken. Maar ja, hoe groot is de kans dat dat gebeurt? Nou, wat wel grappig was, is dat Ronald Koeman juist op de persconferentie heeft aangegeven dat hij wel een wensenlijstje heeft ingediend bij Feyenoord. Hij wil zich dus absoluut nog gaan versterken. Wat ik je ook hoorde zeggen is dat er inderdaad voor de wedstrijd afscheid werd genomen. Onder andere van André Bahia, die naar het Turkse Samsunspor is gegaan. En ook van John Baal Thomasson, de man die met Feyenoord nog de UEFA Cup won. We weten allemaal dat Thomasson noodgedwongen moest stoppen en dat Bahia dus naar Turkije verkaste. Daarvan werd afscheid genomen onder luid applaus van ongeveer 30.000 toeschouwers. Ja, en er was vandaag ook de jaarlijkse reunie van alle oude knarren. En ook ja, die mensen werden allemaal bejubeld hier in de Kuip. Jammer genoeg was er bij de wedstrijd weinig te jubelen, want Feyenoord verloor dus tegen Malaga met 2-0. Goed, Sinclair Bisschop bij de Kuip. Dankjewel. Een deel van het strand van Hoek van Holland lag gisterochtend ineens vol met paraffine. Dat is een kaasvetachtige stof. Het is nog niet bekend hoe het spul er terecht is gekomen. De vervuiling is gisteren ook meteen opgeruimd. Maar Rijkswaterstaat waarschuwt wel mensen die naar het strand gaan om alert te blijven. Het is niet echt ernstig. Het is het spul wel meer aan, dit soort dingetjes, in kleine hoeveelheden. Het is irritant voor honden en irritant voor paarden als ze erop lopen. Dat kan iets een huidirritatie geven. Het is niet levensbedreigend, het is niet echt gevaarlijk. Wat geeft u de mensen mee? Wat moeten ze doen als ze toch zo'n stukje van 3 bij 4 centimeter vinden? Als ze het vinden, blijf er in ieder geval af. Het ziet eruit als kaarsvet. Het ruikt naar ja, vaccinelichtjes, een oliegeur zit er aan. Blijf er in ieder geval af en zorg dat de kinderen het niet oprapen en meenemen naar huis toe. Want het is niet prettig. Nou, dat weet u dan ook weer als u morgen naar het strand gaat. En waarom niet, het wordt best aardig weer. Beter in elk geval dan zaterdag met het zomercarnaval. Het was gisteren grauw en fris. Maar dat belette de deelnemers aan het evenement en veel mensen en het publiek niet om er weer een leuk feestje van te maken. 65 mensen werden aangehouden, maar over het algemeen verliep de dag rustig. Voor wie het allemaal gemist heeft, kan ik me bijna niet voorstellen. En voor wie er geen genoeg van kan krijgen, toch nog een korte terugblik. De eerste keer komen we even kijken. Elk jaar zitten wij hier op dezelfde plek. Mevrouw, u ziet er zo prachtig uit. Dankjewel. Maar waarom is die vrachtauto zo saai? Vind je dat saai? Ja, wel een mooie poster, maar meer ballonnen en zo. Nee hoor, het gaat om de muziek en de uitstraling van de groep. Wimpie.
bier, ijs, water. Echt een mooi feest. 1 keer per jaar, mag toch? Ja, en de honderdduizenden bezoekers van het feest laten een enorme hoeveelheid afval achter. De Rotterdamse reinigingsdienst, de Roodheb, zet extra veel schoonmaakploegen in om de zooi weer op te ruimen. En tussen het vegen door is er ook voor de schoonmakers wel tijd om een dansje te wagen. Vrijdagavond met de schoonmaak eigenlijk van de stad naar de Battle of the Drums. Dat loopt door tot in de ochtend. Dan gaan eigenlijk de gewone diensten weer beginnen met de normale werkzaamheden in de stad. De winkels gaan open. Het feest gaat natuurlijk beginnen om 1 uur. Aansluitend doen wij dit. Tot vannacht weer 1 uur of 4, 5. En dan komt er weer een nieuwe ploeg op die tot morgenmiddag 12 uur werkt. En dan moet het als het goed is klaar zijn. Want het is mijn eigen cultuur, weet je wel, dus ik geniet ook gelijk, weet je wel. Je ziet het, hè, het is een grote puinhoop. Gelukkig geen kokosnoten, want die willen nog wel eens vastraken in die veegmachines. Maar dit jaar heb ik nog geen kokosnoot gezien, dus. Is het wel een leuke dag om te werken? Ja, tuurlijk. Gratis feest en toch goed verdienen. Mijn dag kan niet meer stuk, joh. Helemaal perfect. Ze lachen, ze zijn blij en ze komen met plezier naar hun werk. Dat doen ze normaal ook al, maar daar nog veel meer. Wat is jullie doelstelling vandaag geweest? Onze doelstelling is om binnen een bepaalde tijd wegvakken vrij te geven voor het verkeer, zodat alles op elkaar aansluit. Zo snel mogelijk het verkeer weer doorgang kan vinden. En zo min mogelijk overlast voor de Rotterdammer is eigenlijk van het zomercarnaval. Moet de polder, de skizone in Rotterdam-over-Schie worden teruggegeven aan de natuur? Het is de inzet van een zaak die morgen dient bij de Raad van State. De polder, gelegen ten westen van de A13, is onderdeel van de natuurcompensatie die is beloofd naar aanleiding van de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Maar de polder is al natuur, zeggen de tegenstanders. En bovendien kosten de plannen veel boeren in het gebied de kop. Een oase van rust. De skizone was vanmiddag dé plek voor mensen om van de voorzichtige zonnestralen te genieten. Koeien, ooievaars, ganzen en eenden. Ze hebben er geen weet van dat morgen bij de Raad van State door de hoge heren wordt gesproken over hun toekomst. Het is toch een plaatje? Het is onderdeel van het historisch lint tussen Delft en Overschie. Ik bedoel, Van Oldenbarneveld die heeft hier gewoond. En dat wil je dus nu terugbrengen naar Hollandse wildernis. Nou, hij zou in zijn graf omdraaien als hij dat hoort. Want wat is het geval? Natuurmonumenten wil deze polder teruggeven aan de natuur. Dat wil zeggen hoog gras met daartussen veel kruiden en grondwater dat zijn gang kan gaan. Onzin, zegt Lilian van der Horst. Zoals het er nu uitziet is het ook natuur. De Tweede Maasvlakte wordt zo niet gecompenseerd, vindt zij. Het is nu al natuur, omdat dus niet alleen vanwege de vele vogels die er zijn. Het ook de sloten, daar zit ontzettend veel waterleven in. De salamanders, de waterplanten. Dus dat is dus ook natuur. Op het moment dat er schapen en lammetjes en koeien in de wei lopen, dan heb je ook een beleving van deze natuur. De gevolgen voor boeren en ondernemers kunnen groot zijn. Dit paardenpension zit straks ingeklemd in natuurgebied. De eigenaar is bang geen kant meer op te kunnen. En de boeren, zij zullen moeten verkassen. De boeren hier worden of onteigend of ze mogen het niet meer pachten. Want Natuurmonumenten heeft al de pacht overgenomen van het OBR. En ze hebben enorme restricties. Ze mogen er geen schapen zijn. Paarden nauwelijks. Er mogen geen huisdieren gehouden worden. Als er dissels zijn, dan moet je met de hand in uittrekken. Nou, dat is gewoon onmogelijk. De zaak dient dus morgen bij de Raad van State. Bij de gemeente Rotterdam was niemand bereikbaar voor commentaar. Voor de Raad van State uitspraak doet, dat duurt een aantal weken. Volop rollende spierballen vandaag in Hoek van Holland. Tijdens de voorronde van de Dutch League vrachtwagentrekken. Met vereende krachten werd onder grote publieke belangstelling een vrachtwagen voortgesleept.
Ruim 14.000 kilo, voor deze krachtpatsers in Hoek van Holland geen probleem. Binnen 30 seconden slepen ze 2-aan-2 een vrachtwagen over het Brinkplein. In de voorronde van het Nederlands kampioenschap vrachtwagen trekken. Met veel regionaal talent. Ja, ik ben er zo ingerold in de sportschool in Vlaardingen. Ik train in de sportschool waar vroeger Ted van der Parre trainde, dus daar leeft de sport al wat meer. De ware vrachtwagen trekken moet het hebben van grote spierballen en stevige kuiten. Goed voor het verslepen van de zwaarste vrachtwagens en voor het aantrekken van groepies. Nou, kijk of die stoere mannen die vrachtwagen wel voort kunnen trekken. Zit er al iets van uw gading tussen? Die mannen of die auto's? Nee, die mannen kijk ik niet naar. Nee, je was veel te groot, veel te sterk. Aanstaande kampioenen bereiden zich voor met een stevig maal. Alles om het volle gewicht in de strijd te gooien. Ja, ik denk wel een kilo vlees ongeveer, 12 boterhammen en heel veel pasta. Een half brood, 4 bakken kwark, avondeten gewoon, 's morgens een liter Brinta, bananen. Er staan in Hoek van Holland overigens ook een aantal meiden in de startblokken. Klaar om eveneens een vrachtwagen te trekken, maar dan zonder dieet en Spartaanse training. Wordt er getraind? Wordt er extra gegeten? Hoe zit het? Nee, bij mij niet. Eerst een knekkenbreutje en een... Nee, gewoon gegeten en ik heb er nog nooit van getraind. Ik heb 1 keer meegedaan. Dat gaat zich wreken. Ook met de krachtinspanningen van een man zit er geen beweging in. Nou, het is de bedoeling dat de vrachtwagen wordt getrokken voor tweetallen. En het is een soort competitie. We gaan het hele land een beetje door. Het is gewoon een competitie. Uiteindelijk weet een tweede gemengd koppel toch beweging in de zaak te krijgen. Wat was de tijd nou? 25. Normaal gesproken is hij altijd de oudste in de Dutch League, maar dat was niet. 25-5 volgens mij, ik weet het niet. Valt het mee? Ja, het is wel sneller gegaan. Ja, dit was Rijnmond Nieuws. Meer vindt u op onze website www.rijnmond.nl. Nog een prettige dag verder.